Wat kunnen we dan bedenken dat je met Valentijn een soort actie doet? Breda Nu. Je weet het meteen. Misschien heeft u ze wel zien hangen in de stad. Opvallende posters met naakte mensen. Lijflief probeert hiermee iets duidelijk te maken. Maar wat precies? En hoe is dit project ontstaan? Ja, dit project is ontstaan eigenlijk vanuit het idee van we willen iets doen met Valentijnsdag. En toen dachten we van ja, wat willen we dan doen? Daar hebben we heel lang over gebrainstormd en dat wisten we niet zo goed. En we wilden iets doen met diversiteit en met inclusiviteit. En toen zeiden we van oké, wat kunnen we dan bedenken dat je met Valentijn een soort actie doet? En toen hebben we met elkaar samengezeten. Toen zeiden we van ja, maar als je van jezelf of als je van iemand anders moet houden of wil houden, dan is het eigenlijk ook wel van belang dat je ook van jezelf houdt. Dat is eigenlijk stap 1. Dus laten we daar iets mee doen. Van heb jezelf lief. Daar komt het vandaan. Waar waren de posters te zien? De actie was eigenlijk alleen in Breda te zien. Omdat beide bedrijven gesitueerd zijn in Breda. En toen dachten we van ja, we moeten ergens beginnen. Dus we beginnen gewoon in Breda, dicht bij huis. En proberen we een klein beetje verandering op gang te brengen. Waarom deze posters precies met Valentijnsdag en niet ervoor? Weet ik eigenlijk niet. We hadden het misschien ook wel ervoor kunnen doen. Maar juist omdat we met Valentijnsdag de boodschap wilden uitspreken van goh, heb niet alleen een ander lief, maar ook jezelf. Want deze dag draait ook om jezelf. Ja. Waarom naakt? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk omdat wij van mening zijn dat als je naakt bent, dan kun je nergens meer achter verschuilen. Dan kun je kleding, die kan je niet. Je kunt niet door kleding heen kijken. En alleen naakt ben je, denk ik, je echte zelf. Waarom zulke spraakmakende posters? Ja, we wilden toch ook wel een beetje een statement maken over vooral diversiteit. Maar we hebben er dus ook voor gekozen om bijvoorbeeld een ode aan je lijf te schrijven. Of althans, die is geschreven door Goedzooi. En die hebben we ook op posters laten printen en ook op aanzichtkaarten laten printen. Omdat we inderdaad ook wel dachten van goh, niet iedereen zal het fijn vinden dat er bijvoorbeeld naakt te zien is. Hoewel dat ook prachtig is. Maar het moet vooral gaan om de boodschap. En dat probeerden we te doen door ook een ode aan je lijf te schrijven. Breda Nu. Je weet het meteen.